Ramaram Idrink, dit is Seshis Matoura weer met een video. En uh, het is na lange tijd dat ik een video doe. En omdat het heel binnenkort Diwali is, en Diwali staat ook voor, het, uh, voor een nieuw begin, een positief begin, gebruik ik dit als gelegenheid om opnieuw te starten met mijn serie videovlogs. Uh, waar ik praat over spiritualiteit, het Hindoeïsme en Hindoe perspectieven op uh, verschillende algemene dagelijkse dingen. Ik wil het vandaag hebben over waar Diwali voor staat, wat het betekent en de feestdagen die ook voor Diwali en na Diwali komen. Wat die betekenen voor ons Hindoes. Voor de mensen die het nog niet weten, Diwali is een van de meest belangrijke Hindoe-feestdagen die wij hebben. En um, het staat voor meerdere dingen, maar miljoenen Hindoes of honderden miljoenen Hindoes over de hele wereld uh, vieren um, Diwali. Op hun eigen manier, volgens hun eigen traditie en eigen perspectieven. Maar centraal staat wel dat het licht aanbeden wordt. En licht staat voor heel veel dingen: hè. licht staat voor het goddelijke, licht staat voor de ziel, licht staat voor positiviteit, licht staat voor wijsheid en kennis. Licht staat voor harmonie uh, en mededogen. Het heeft meerdere betekenissen. En die worden allemaal uh, geëerd, vereerd, uh, herdacht. Uh, uh, erop ge wordt gefilosofeerd. Dat is ook wat wij proberen te spreiden in deze periode. Maar laten we even kijken naar waar de andere feestdagen uh, voor staan. die voor en na Diwali komen. Nou, Diwali wordt gezien als een periode van feestdagen. En uh, de eerste feestdag. Is Dhanteras. Het wordt ook Dhanwantri Puja genoemd. Dhanwantri wordt gezien als de allereerste dokter in uh, de Hindoe geschiedenis. Dhanwantri wordt gezien als degene dankzij wie wij de wijsheid van Ayurveda hebben. Daarom dat heel veel um, beoefenaars van Ayurveda en zelfs doktoren in India uh, Dhanwantri respecteren, aanbidden en danken voor de kennis en wijsheid die wij hebben nu in de mensheid. Het is dankzij hem dat wij de ayurvedische kennis hebben gehad over waar bepaalde planten voor staan, wat voor toegevoegde waarden ze hebben, wat voor soort kruiden je kan gebruiken voor wat voor aandoeningen. Dat is mede dankzij Dhanvantri of de start die hij heeft gemaakt. Dankzij wie wij nu de ayurveda hebben en de disciplines die uit ayurveda zijn gekomen. Wat ook belangrijk is om over na te denken in deze periode, en voor heel veel Hindoes ook sowieso, is na te gaan waar je staat in je gezondheid nu. En waar je zou willen zijn als het gaat om je gezondheid. En wat je moet doen om daar te komen. Moet je uh, je dieet veranderen? Moet je iets anders gaan eten? Moet je bepaalde voedingssoorten veranderen in je dieet? Um, moet je meer richting het vegetarisme gaan bijvoorbeeld? Uh, dat zijn vragen die je aan jezelf moet stellen. Doe je aan uh, zwemmen of sporten? Moet je meer yoga doen? Uh, wil je flexibeler worden? Um, uh, moet je ademhalingstechnieken doen om beter te kunnen ademen? Moet je stoppen met roken? Moet je stoppen met drinken? Wat moet je doen om fysiek, dus wat je gezondheid betreft, te zijn waar je wilt zijn? En dan uh, de beslissing te nemen om de stappen te nemen om daar te komen. Dat is waar deze dag ook voor staat. En als laatste heb je ook een ander rijkdom, en dat is materiële rijkdom. Dus dan kijk je naar uh, de vrienden, familieleden die je hebt, uh, de kennissen die je hebt, uh, de, het geld dat je hebt opgebouwd. En, en je, je bent er dankbaar voor. Je telt je zegeningen van hé hey, wacht even, kijk dit is wat ik allemaal heb. Heel vaak leren wij om niet tevreden te zijn over wat we hebben. Maar voordat je verder gaat, verder gaat opbouwen, meer gaat vergaren. Moet je ook wel dankbaar zijn voor wat je al hebt. Wat je al hebt bereikt in het leven. Als je daar geen waardering voor kan, kunt tonen. Hoe ga je waardering tonen voor wat je nog wilt bereiken. En heel vaak wordt er gezegd van het materiële is slecht. Of het materiële is niet goed. Volgens hindoe perspectief is dat niet zo. Hè? Uh, het materiële is prima. Het materiële is ook goed. Daar zit ook God. Daar is ook God aanwezig. Maar het moet jou niet domineren. Het moet jou... Bewustzijn niet domineren. Het moet niet dicteren hoe jij jouw leven moet leiden. Jij moet geen slaaf zijn van je rijkdommen. Ze zijn een gereedschap om jezelf en anderen gelukkiger te maken. Dus gebruik het ook positief. Krijg het positief en gebruik het ook positief. Het materiële is niet iets waarvoor je moet schamen of bang voor moet zijn. Dus je hebt je gezondheid, je hebt. Kennis, je, je, je wijsheid, je, je vrienden, familie en natuurlijk ook je, je rijkdommen. Dat is ook de reden waarom op deze dag uh, sommige Hindoe's een investering doen. Iets kopen, iets aanschaffen. Uh, soms is het een stukje goud, soms is het een auto, soms is het wat dan ook. Weet je? Maar, maar, maar ze investeren hun geld in iets waarvan ze denken van wacht even, dat gaat in de toekomst mij meer positiviteit geven. Of dat gaat een toegevoegde waarde hebben in mijn leven. Daar is waar. ...Dhanvantri puja of Dhanteras voorstaat. Voor al deze dingen. Dus één feestdag, maar zoveel achterliggende gedachten erin, waar wij ook wat van kunnen leren. De volgende dag is Narakchaturdesi en Narakchaturdesi staat ook voor iets heel moois, namelijk dat je dankbaar bent voor jouw leven en dat je aan God vraagt dat jij in dit leven zoveel mogelijk gedaan kunt krijgen wat je wilt doen. Dat je in dit leven zoveel mogelijk jouw doelen zult bereiken. Zodat je niet hoeft te wachten op een, uh, uh, een ander leven om die doelen te bereiken. En je vraagt aan God van kijk, als mijn einde komt, laat het op een shantibhau. Dus een, een, een vreedzame, rustvolle manier zijn. En dat wanneer ik wegga, ik met heel veel positiviteit wegga. Maar ook heel veel positiviteit laat. Voor mijn naasten die ik achterlaat. Dat is waar je voor bidt. Het tweede waarvoor je bidt op die dag is, is voor de zielen van je voorouders. Waar ze ook mogen zijn. Kijk, het is dankzij hun dat je bent waar je bent. Het is dankzij hun dat je bent wie je bent. Eh, dankzij hun opofferingen, dankzij hun bloed, zweet en tranen, om het even zo op een cliché manier te zeggen. En daar toon je dankbaarheid voor, dus waar hun ziel ook mogen zijn. Mogen zij ook shanti hebben, mogen ze ook rust en vrede, voorspoed, geluk hebben. Dat is waar Narakchaturthisi -Nar -Nar voor staat. Dan heb je de derde dag, en dat is dan de dag van Diwali. En op deze dag aanbidden we God in de vorm van Lakshmi Mata. En Lakshmi Mata staat voor, of Moeder Lakshmi staat voor rijkdom. In al haar vormen. Dus als het gaat om gezondheid, als het gaat om wijsheid, als het gaat om vrienden, familie, kennis, het materiële geld, goud, huis, noem maar op. Alles wat toegevoegde waarde heeft in jouw leven, alles wat jou gelukkig maakt, is eigenlijk het goddelijke dat op verschillende manieren in jouw leven aanwezig is. Alles zit in de vorm van kennis, alles zit in de vorm van vrienden, familie, alles zit in de vorm van geld. Heel vaak zegt men dat Hindoes geld aanbidden. Nee, wij aanbidden. Wat het betekent voor ons. En we erkennen het feit dat ook God ons zegent via dat. Dus dat wordt geëerd op deze dag. Dat wordt gerespecteerd op deze dag. En heel vaak zegt men ook van: wanneer het Diwali is, dan moet je je huis schoonmaken. Nou, ik hoop dat je het al hebt gedaan. Ik moet eigenlijk nog heel wat doen. Maar het is niet alleen maar dat je huis schoonmaakt. Het gaat meer om het onderhouden van datgene wat je hebt. Alle rijkdom. Die je hebt in je leven. Maar jouw rijkdom is niet alleen maar jouw huis. Jouw rijkdom is niet alleen maar jouw, jouw je auto of wat dan ook. Je rijkdom is ook de vrienden, je familie, je kennissen, de relaties. Alles wat toegevoegde waarde heeft in jouw leven. En dat moet je ook onderhouden. Dus het gaat niet alleen maar om het onderhouden van, wat, van, van je huis. Wat men heel vaak zegt van dat Hindoes moeten doen wanneer ze Diwali willen vieren iemand even opbellen en zeggen van, hey, dankjewel dat je in mijn leven bent. Of iets goeds doen voor iemand anders van als, je, als je weet dat die persoon belangrijk is voor je, maar, maar je hebt de laatste tijd niks gedaan voor die persoon. Daarover moet je ook even nadenken wanneer je Diwali wilt vieren. En natuurlijk, op de avond van Diwali probeert iedereen thuis te zijn Probeert iedereen samen te zijn, weet je, met, je met, met de mensen die in dat huis wonen, met je familieleden, met je gezin. En wat je dan doet, is je steekt minimaal één dia aan. Als symbool voor het licht dat je wilt hebben in jouw leven. Kijk, licht, zoals ik eerder zei, staat voor heel veel dingen. Um, het staat voor God, het staat voor de ziel, het staat voor positiviteit. En dat wil je versterken, dat wil je verspreiden in je leven, dat wil je ervaren. Dus dat maak je dan ook aan in de vorm van een dia, een olielampje. Uh, in je huis. En afhankelijk van waar je woont en hoe je woont, ga je één aanmaken of meerdere aanmaken. Voor iedere kamer ga je eentje aanmaken. Voor op je erf ga je eentje aanmaken. Voor voor je deur ga je eentje aanmaken. Afhankelijk van hoe je leeft en wat je levensomstandigheden zijn. In Suriname heb je iets meer vrijheid om meer dia's aan te maken. In Nederland iets minder. Maar je doet wat je kan. Het gaat om dat je het licht deelt met elkaar. Niet alleen maar fysiek, dus die olielampjes aanmaken, maar ook die positiviteit wat je in je hebt, dat je dat ook probeert te geven aan je medemens. Kijk, vroeger in India, en eigenlijk in sommige delen van India nog steeds, was het zo dat tijdens Diwali cadeautjes werd gegeven aan, werden gegeven aan, aan, aan de mensen in je dorp. Maar een van de cadeautjes die je gaf was ook een dia, een, een, een olielampje. En het betekende dat ik hoop. Dat ik wens dat jij het licht vindt in jouw leven. En wanneer het nodig zal zijn, dat ik het licht kan zijn in jouw leven. Dat is wat, je, wat het betekent om, om het licht te delen met elkaar. Um, dus dat is waar uh, Diwali voor staat. Je bidt niet alleen maar voor jezelf, je bidt eigenlijk voor de hele wereld. Voor alle zielen op deze wereld. Uh, en dat. Voor een Hindoe maakt het niet uit of het nou mensen zijn, buren zijn, of ze gelovig zijn of niet gelovig zijn, of ze Hindoe-achtergrond hebben of geen Hindoe-achtergrond hebben, in welk land ze wonen. Het maakt niet uit. Het maakt niet eens uit of je mens bent. Want een Hindoe bidt voor, voor alles. Alles met een ziel. Dus ook de dieren, ook de planten, de natuur. Voor alles dat er is. Jan Kalyan Kilya. Dus alles wat op deze wereld is. Voor al deze. Uh, wezens, voor alles dat leeft bidden wij tijdens Diwali dus dat is uh, de dag van Diwali de volgende dag vind ik ook een belangrijke dag een mooie dag, met een mooie boodschap en dat is Govardhan Puja Go Govardhan Puja uh, staat, wordt vaak afgebeeld met waar Krishna Bhagwan met zijn pink de berg Govardhan optilt om de gopis te beschermen tegen regen, tegen storm van inderdeel. Er zit een bepaalde denkwijze daarachter, er is, er is een bepaalde filosofie erin. En dat wil ik graag met je delen, zonder in te gaan op het verhaal. Maar het gaat om dit. In die tijd, meer dan 5000 jaar geleden, daar in die regio, leefde men in, in angst voor God. Dus men ging bidden. Voor de DWDOTA's om niet gestraft te worden. Om, hun, om God of de goden, of hoe, je, hoe ze het ook zagen, tevreden te houden. Zodat er positiviteit kwam, maar om hen niet boos te maken, want ze wilden ook niet, geen negativiteit krijgen van, daar, van boven. En Christian Bhagwan, die God is, die, die God vertegenwoordigt, het Goddelijke vertegenwoordigt op aarde, leerde het aan de mensen daar, en dus eigenlijk ook aan ons, dat je niet bang moet zijn voor God. Dat je niet uit vrees voor God moet handelen. Dat je God moet zien als je moeder, als je vader, als je vriend, als je broer, als je, als je leraar, als, als, als je steun. Als alles, maar niet als iets waarvoor je bang moet zijn. Absoluut niet. Dat is niet de Hindoe manier van kijken naar het goddelijke. Niet voor niks hebben wij mantras als Tomeo, Mata, Chapita, Tomeo, Tomeo, Bandhu, Tchesekha, Tomeo. Dus je bent niet alleen maar mijn vader en mijn moeder, je bent mijn broer, je bent mijn zus, je bent mijn vriend. Je bent mijn leerkracht, je bent mijn, je, je bent mijn steun. Als je de Mahabharata bekijkt en je kijkt naar de relatie tussen Krishna en Arjun, dan zie je dat Krishna en Arjun verschillende relaties hebben gehad met elkaar. Uh, waar, waar, soms waren ze gewoon neven, soms waren ze broers, soms waren ze beste vrienden van elkaar. Soms had Krishna de rol van leerkracht, dan weer de, de rol van, van, van uh, begeleider, grappenmaker, iemand die hem liet lachen. Iemand die hem gelukkig maakte in momenten van pijn, dat is, dat is wat God is voor ons. Dus niet iets waarvoor je bang moet zijn. Respecteer alles, respecteer de natuur, respecteer de dieren, de planten, de rivieren, noem maar op, de bergen. Respecteer alles, respecteer God, maar wees bang voor niks. Een Hindoe hoeft niet bang te zijn voor wat dan ook, want in alles is God en God is iets waarmee je een persoonlijke relatie hebt. Daarom dat wij zoveel verschillende vormen van God hebben, die allemaal verschillende aspecten zijn van het goddelijke, die wij toch nog blijven uh, aanbidden aan de ene kant, maar een relatie hebben aan de andere kant. Sommige mensen zien Krishna Bhagwan als een klein kind die ze omarmen, anderen zien hem als een guru, sommigen kijken naar Shiv Bhagwan als de meester van yoga, die hun, die hun dan yoga leert. En innerlijke rust geeft. Anders zien het als Durga Mata, die hun beschermt. Als, net zoals een moeder een kind beschermt. Wat jouw relatie ook is het, het, het is. het is iets positiefs. Je moet niet bang zijn van God. Je moet God omarmen. En God omarmt jou sowieso. Dus dat is een belangrijke les van Gobert en Puja, die wij Hindoes met ons meedragen. En soms is het goed om eventjes weer erover na te denken. Van, wacht even, dit is, dit is de manier waarop wij kijken naar God en het Goddelijke. Maar goed, dat is Gobardhan Puja. En als laatste heb je Bahaidoodj. En dat is ook een mooie feestdag. Het, het, het is eigenlijk Rakshabandhan. Maar dan de minder bekende Rakshabandhan. Tijdens Rakshabandhan moet ik helaas zeggen dat wij heel vaak door alle toeters en bellen vergeten waar het eigenlijk om draait: de relatie tussen broer en zus en hoe ze elkaars leven verbeteren en versterken. De vrouw staat voor energie. De vrouw staat voor wijsheid, de vrouw staat voor kracht en motivatie. En de man staat voor bescherming, de man staat voor daadkracht. De man staat voor alles wat je kan doen, alles wat je moet verwezenlijken in het leven. Het meisje geeft een raakje aan haar broer. En daardoor geeft ze hem wijsheid, ze geeft hem kracht, ze geeft hem bescherming. Op een spirituele manier beschermt ze haar broer. En de broer, weer op zijn beurt, beschermt haar op een voornamelijk fysieke manier. En is er voor haar, belooft om er te zijn voor haar. En dit is een mooie periode of een mooie dag om je hand uit te reiken naar je broer of naar je zus. Je bent niet voor niets geboren in één huis, in één gezin. De zielen zijn niet voor niets bij elkaar gekomen. En misschien ben je uit elkaar gaan groeien door de jaren heen. Misschien zijn er dingen gebeurd in het leven. Wij mensen zijn niet perfect. Niemand op deze wereld is perfect. Dus iedereen maakt fouten. En dit is een mooie periode om eventjes weer bij elkaar te komen. Even je hand uit te reiken. En elkaar te vertellen hoeveel je van elkaar houdt. Wat je voor elkaar betekent. Dat is de boodschap van Bhai Dooch. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit was de boodschap van Diwali. Als je commentaar hebt of ideeën hebt of noem maar op. Plaats het onder de video. Ik hoor het graag. Ik wens jullie alvast een shoep Diwali. En ik ga nu verder met mijn Diwali schoonmaken. Dobra.